Ambassadeur Gilbert van Lierop overhandigde op 26 juni 2024 zijn geloofsbrieven aan de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen, wat zijn formele aanstelling als Surinames vertegenwoordiger in Oostenrijk markeerde. Deze ceremonie versterkt de diplomatieke banden tussen beide landen die sinds 1977 bestaan en benadrukt de samenwerking op het gebied van handel, cultuur, onderwijs en technologie. Van Lierop en Van der Bellen benadrukten het belang van duurzaam natuurbeheer in hun toekomstige samenwerking. De viering van 1 juli markeert het einde van het herdenkingsjaar van 160 jaar afschaffing van de slavernij. Dit moment benadrukt de blijvende invloed van het slavernijverleden op de huidige samenleving. Het comité Christelijke Kerken roept op tot een open en constructieve dialoog over deze erfenis, onderstreept de noodzaak van gelijkheid en waardigheid en erkent de huidige uitdagingen zoals economische problemen en corruptie. Het benadrukt het belang van samenwerking voor een rechtvaardige en welvarende samenleving in Suriname. 17 marktventers van de leiding 11A Markt ontvingen op 26 juni certificaten voor het afronden van de SPWE-training Basic Entrepreneurship and Food and Packaging Labeling. Deze door de Caribbean Development Bank gefinancierde training verbeterde hun vaardigheden in verpakking, hygiëne en kostenbeheer. Districtscommissaris Bholanath Narayan en programmamanager Jeswant Dukaran prezen de training en kondigden aan dat een tweede groep marktventers binnenkort zal starten.